Hem stem niet. Ik ben het niet en nu zie hoe je dansen met illusies. Ben niet de oude. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is echt 10 jaar geleden dat ik heb gevlogd, maar ik dacht ik neem jullie weer een keertje mee met een weekvlog. Ik heb echt een super standaard outfit aan vandaag. Ik heb gewoon een Primark zwarte trui met een Bershka mom jeans of een girlfriend jeans en mijn hoge fans eronder denk ik en mijn leren jackie van de Zara. That's it. Love it. Oké, het is echt heel erg. Het is alweer bijna 11 uur. Nee, ik lieg. Het is 10 uur. En ik pak nu pas mijn camera. Het is echt een goudse dag geweest. Ik ging naar school van 9:30 tot 9:45. Toen ging ik Friesland College bellen, want ik twijfel heel erg over mijn studiekeus. Oh, ik zit helemaal onder, sorry. Maar ik twijfel dus ook opleiding ik wil gaan doen. Want ik doe nu veel, maar dat bevalt me niet. Zou ik theater doen, maar daar twijfel ik heel erg over. Dus ik dacht, ik moet even bellen of ik een afspraak kan maken voor een gesprek. Dus ik bel. Zegt ze, ja, kun je nu langskomen om 9 uur zijn van die loopbaan dingen. Dat je gewoon met een project gaat voor 5 weken. En dan kom je erachter wat je wil. Nou, tijdens dat project ding kwam ik eigenlijk achter dat ik 1 opleiding dat mij heel erg interesseerde. Dus ging ik gewoon, ja, een beetje achteraan. En heel toevallig zit er vriendin van mij zit ook op die opleiding. En die vroeg aan mij vanavond van, hey, wil je morgen vroeg mee naar, als model, zeg maar. Dan moeten ze mij opmaken en zo. Dat is zeg maar opleiding lifestyle en wellness. Dat is met fitness, voeding en uiterlijke verzorging. Dus met massages en epileren van wenkbrauwen, make-up en dat soort dingetjes, geloof ik. Dus ik dacht, ja, het is wel leuk mee te gaan. Kan ik gelijk even wat informatie vragen aan iedereen en zo. Dus ik ga morgen gewoon om 7:30 die kant op. En dan ga ik met haar mee naar die school. En ik ben heel erg benieuwd. Het lijkt me echt een superleuke opleiding. En ik hoop ook echt dat ik het leuk ga vinden. Want ik heb dus nu eigenlijk al een jaar weggegooid. En ik wil echt een opleiding die ik echt leuk vind. En die ik ook echt 3-4 jaar kan volhouden. Snap je? Dus ik hoop dat ik het morgen gewoon heel leuk vind. En zoals in mijn hoofd. Zoals je kan zien in mijn hoofd. Een gezichtsbehandeling is zeker nodig. Dus ik heb er best wel zin in. En ik ga lekker slapen. Want ik moest dus net nog werken van 5 tot 11. En toen mocht ik om 9 uur weg. Dus ik ben lekker op tijd thuis. Zodat ik lekker op tijd kan slapen. Super chill. Mijn vriend zou gisteren. Zou die om 2 uur gaan vliegen naar Curaçao. Hij gaat op vakantie met zijn beste vriend. En toen werd zijn, vliegtijd was vertraagd. Toen moest hij ineens om 4:30 of zo. En uiteindelijk zei hij ineens van, ja, het vliegtuig rijdt niet meer. Of vliegt niet meer. Zei ze, jij moet vandaag vliegen. Dus eerst zou hij om 4:30 vliegen. Uiteindelijk had hij weer een uur vertraging. Vloog hij pas 4:30. Nu is hij om 5:00 eindelijk de luchthaven ingegaan. En nu moet hij godverdomme 10:30 vliegen. Dus hij komt vannacht om 4:30 of zo aan. Dus ik spreek hem ook niet meer. Ik ga lekker slapen. Maar ik hoop echt dat het goed gaat. 10:30 vliegen is echt lang. En hun hadden van een luxe stoelen met veel bijruimte. En nu moesten ze ineens zitten in zo'n vet kut. Met 9 stoelen naast elkaar in het midden helemaal opgepropt. Puur omdat ze nu een hele kleine vliegtuig moesten vliegen. Dus echt heel sneu. Maar ik hoop echt dat hij het leuk heeft daar. Gaat hebben. En mijn vader is nu lekker op Mallorca. Dus mijn moeder en ik zijn samen thuis. Ze zei, we doen echt wat verkeerd dat wij niet mee mogen. Lange storytime, maar dat is mijn leven op dit moment. Ik ben net bij een gezichtsbehandeling gehad. Bij haar. Nee, niet bij jou. Bij een meisje uit haar klas. Dat is echt lekker. Ik kan mijn hoofd alleen niet zien. Want ik heb wimperverf opgekregen. En dat is helemaal een beetje uitgeveegd. Dus ik heb echt zwarte ogen. Maar het was echt super lekker. En die gaan onderweg naar Leeuwarden. Ja, was echt lekker. Ik wil die opleiding ook doen. Ik wil die opleiding ook doen. Ja? Ja. Leuk. Ik ga met jou elke dag in de trein zijn en weer. Je zou... Ja, het is wel ver. Het valt wel mee, maar verder dan in Leeuwarden of zo. Ja, dat sowieso. Ja. Maar ja, als je een leuke opleiding hebt. Kan heb je het er wel voor over, inderdaad. Ja. Doei, kijkers. Hallo. Ik ben weer thuis. Oh, ik ben net naar de sportschool geweest. Ik sport trouwens bij Big Gym in Leeuwarden. Ik ben net naar de sportschool geweest. Ik ga met Wietse en mijn zus was er ook. En we hebben onze armen getraind. En kijk, ik heb dus mijn wenkbrauw geverfd. En mijn wimpers. Hartstikke zwart. Lijkt nu alsof ik gewoon make-up op heb. En dat heb ik niet. Alleen mijn pukkels. En ze hebben zeg maar alles. Eerst gingen ze kijken naar mijn gezicht of ik wat voor huidtype ik had. Toen gingen ze het allemaal bekijken. Toen gingen ze het helemaal reinigen. Want ik zei dat ik best wel een onrustige huid had. Toen gingen ze helemaal ook helemaal hier en zo. En toen helemaal masseren. En echt zo lekker. 2 uren lang. Het was echt heerlijk.
Oh, ik ben ook bijna in slaap gevallen na de 2 uren. Maar ik wil echt graag naar die opleiding. Het is wel helemaal in Heerenveen. Het is ongeveer vanaf mijn huis denk ik 35 minuten, 40 minuten onderweg naar school dan. Op zich kan wel, maar nu is het 4 minuten, snap je? Het verschil. Maar ik denk wel dat ik dat wil. Ik denk dat ik me in ga schrijven. Zeg maar fitness en voeding en wellness. Ik ga even mijn was van het sporten weggooien. Nee. Dave was niet in beeld, maar Dave is lekker in Curaçao en we zijn aan het feesten. Welkom op vakantie. Ik ga zo even naar de film met Philippe van mij. En ik heb me ingeschreven voor de opleiding. Leuk hè, Davy? Oh, kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi het daar is. Blauwe lucht. Oh, maar hij heeft echt heel veel verbindingen daar. Hij heeft ook echt alleen wifi op de kamer. En dan nog 6 uur tijdsverschil. Oké, ik heb nu dit shirtje af van de Bershka, lange mouwen, jasje van Zara en mijn nieuwe rokje van de Costus. Super leuk kleurtje, ik doe de deur even open voor het daglicht. Look how cute. Oké, ik heb hem echt heel kort zitten nu. Wacht. Dit rokje met de riem van de Primark. Mijn laarsje van de Zara en mijn tasje van de... Geen idee. Die combinatie kan ook echt niet, want als ik roket heb ik echt niet wat ik erbij aan moet. En het is koud zonder sjaal en de sjaal is fucking lelijk. Hij schijnt gewoon recht naar binnen. Oh, heerlijk. Good morning, mijn outfit is shirt van de Primark. Jasje van de Primark, ik heb hem gewoon oversized XXXXL gehaald. Vind ik leuk. Lekker oversized en een mouwtje opgestroopt. Ik nam mijn leren legging van Fashion by Demi en ik doe hem hoge venster onder. En ik ga nu naar mijn zus. En dan was dat. Nu zit even bij Fellini met mama en mijn zus. En Lulu heeft lekkere lolly. Lekker? Ja, die heeft dat wel geweten. Want die, Broodjes. Oké, ik loop hier dus samen met Asmita in de stad. En nou, wij staan gewoon in de stad rustig. Ik was mijn ijsje aan het weggooien. Deze komt zo. Ik denk wel 45 of zo. Die zegt, mooie kont. Nou, super vies. Hij was gelijk doorgepietst. Dus als niet, als ik hem nog één keer zie, sla ik hem. En nu zien we hem. Ze doet niks. Lief. Next broodplan. We zitten bij Pompeii. Lekker pizzaatje eten. En het is zo mooi weer buiten. Dus alleen ze hebben geen terras. Dan nemen we alles in de pizza. Of pasta. Wat neem jij? Pizza of pasta? Pasta. Ik pizza. Denk ik. Ik weet het niet. Lekker. Lekker. Waar is jouw poes? Ik krijg niks meer. Dat vind ik zo raar. Oké. Ja, gewoon wijn drinken. Vult wel. Dat zouden we echt om 12 uur al doen vandaag. Het is nu 7:30 s'avonds. Maar we gaan. We zijn in de sportschool beland. Alle vetjes en alle pizza's, alle broodjes. Even daar aftrainen. Ik heb echt geen idee. Ja.
wel minder diep omdat je klein bent, zeker. Ja. Neem je wel 20 over 10 trein, dame? Mijn moeder zegt, kijk. We zouden vanochtend om 12 uur al sporten en we zijn nu s'avonds 12 uur klaar. Iets anders. Andere planning gehad. Ik ga het niet omkleden. Doe gewoon jas aan. Ja. Het moet ook best snel, want ik moet haar zeg maar achterop de fiets. Snel naar het station fietsen. Want haar laatste trein gaat echt over een kwartier. En zo lang is het ook fietsen. Ja. Zonder iemand achterop. Ik ben weer thuis beland. Ik ga lekker slapen morgen weer 9:30 school tot 11:15. Valt me lang weer. En dan daarna weer sporten. Verder weet ik niet zo goed wat ik ga doen die dag. Misschien nog even naar Steens. Naar mijn nicht, soort van. Verder ik niet. We zijn op school. En ik ga met mijn domme hoofd op de fiets naar school. Terwijl ik gewoon student of ja. Ja, ik snap het ook niet. Heb je altijd al willen doen? Yes. Ik ben echt wel heel lang niet meer met jullie in de klas geweest. 3 keer raden met wie ik ben. De eerste pannenkoek heb ik gegroet. Terwijl altijd als ik mijn eerste pannenkoek maak is hij mislukt. Dat gaat goed. Dit duurt dat zo lang en heb ik echt zoveel honger. En dan is het klaar en dan heb je het echt na 2 pannenkoeken zit je vol. Zijn oude Dani kreeg op haar beurt een speciale band. Gaat ze weer. We zijn beland in Leeuwarden. Weer. Mooie kont! Oké, we lopen naar een meisje in mijn klas. Als ze binnen mag komen. Ik heb niet eens gemeld dat ze meegaat. Maar ik ga gewoon naar binnen. Ze gaat gewoon naar binnen. En dan zien we het wel wat de avond brengt. Wat de fuck. Je hebt ook van dit soort personen op feestjes. Hè? Die vreters op een feestje. En van de suipers of zo'n alcoholist die alleen maar danst. Nog een vreter. Een roker daar in het magazijn. Ja, ik heb niet veel meer over te zeggen. Is het lekker, Bob? Ja. Wat eet je? Hummus. Hummus. Eeuw, ik dacht aioli of zo. Is dat aioli? Nee, dat dacht ik. Ben je niet met de gang? Okay. Gang mee, net mee. Wat doen jullie als met de vingers? Wacht even. Ogen. Ja, ik ben heel wit. Drinken en dan moet je daar staan. Ik zijn altijd met eten te raken. Oké, gaan we. Hey, don't try this at home. Goedemorgen. Ik ben gisteren nog naar een feestje geweest. Alleen we hadden de laatste trein terug gemist. Dus we zijn... Ga fietsen. Midden in de nacht op 1 fiets. Fucked up. Maar we zijn thuis. Als Mita is nu in het douchen. Ik lig nu op bed. Ik heb geen idee wat we gaan doen vandaag. Ik denk dat zij tegen haar huis gaat. En ik sport of ze gaat meesporten, hoop ik. Ze heeft spierpijn, dus ik weet het niet. Ik hoop het. En verder weet ik het niet. Ik ben lekker vrij vandaag. Skilled. Ik ben ook kapot. Ik ben net dus... Het is nu trouwens, het is nu al 9 uur geweest. S'avonds. En ik ben
vanmiddag nog naar de bioscoop geweest met Asmita. Daarna ben ik gaan sporten en ik ben nu pas thuis. Ik heb weer alles op de fiets gedaan. Super trots op mezelf, want ja, waarom niet? Ik kan gewoon fietsen, het is eigenlijk niet eens heel lang. En dan zit ik nu met bustijden en zo, maar ik ben echt best wel moe. En het is al de vierde keer deze week dat ik ging sporten. En ik wil zeg maar 5 dagen per week wil ik nu sporten oppakken, zeg maar. Dus morgen moet ik de hele dag werken van 10 tot 6. Dus dat wordt hem niet. Want mijn gym is tot 6 uur open, tot 5 uur open. Dus zondag weer de laatste keer. Ik praat echt bullshit. Ik ga even een lekker fruitapje maken, denk ik. Douchen. En lekker op bed. Lekker. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is nu 8:30. Ik moet van 10 tot 6 werken. En ik dacht, ik wil de fiets nog eventjes mijn normale shirtje aan en wel mijn werkbroek. Want ik had de fiets. En dan ga ik lekker zweten, you know. Is niet zo fijn. I'm done. Ik heb gewerkt van 10 tot 4:45. Ik mocht iets eerder weg. En ik ga nu lekker uit eten met mijn moeder en mijn zus. Ik heb dit leuke pakje aan. Van de Bershka. En een shirt van Zara eronder. Want ik vind hem anders een beetje kaal of zo hier. Maar ik twijfel nog wel een beetje. Ik vond hem zo wel leuk, maar als een hoek hem in de camera zie ik het wat minder. En ik heb het zo warm. Het is vandaag zo benauwd buiten. En ik moest net ook nog fietsen. En ik heb allemaal wel een beetje haast en zo. Want we gaan bijna het eten. Ik heb het zo warm. Ik plak helemaal. Het is echt heel naar dit. Ik snap het echt niet, hè. Van die mensen die gewoon altijd dit raam proberen te slopen. Ik bedoel, wat heeft dat voor meerwaarde? Elke week moeten we een nieuw raam zetten hier. We zitten bij restaurant Het Leven. Ja, met mama. En Simoontje. Alleen we weten niet of er binnen plek is. We zitten nu lekker buiten. Het is allemaal wel super warm. Chill. Overal blauw van dit. Dat is toch niet buiten, binnen? Nee, maar als het koud wordt wel. Brood. Mooi. Ik heb lam. Mijn zus heeft. Wat heb jij? Hondo. Ik weet niet wat je zei, maar dat. En mama heeft. Parel. Lekker! Zo'n mooi maan. Die maan is zo mooi. En dan met die hoofden. Love it. Het is 9:50. We nemen de trein weer naar huis. Ik ga weer naar de gym. Ik ben weer een dagje gaan sporten. Dan heb ik lekker gegeten met Michelle. Lekker broccoli met kipfilet en aardappeltjes. En nu ga ik even mijn kast opruimen. Deze laars is helemaal uitgevallen. En die zit er nog in. Dat zijn alle boeken en dit zijn alle shirtjes. En ik ben super veel broeken en shirts kwijt. Dus ik dacht, als ik het even opgeruim, misschien vind ik er weer wat. En misschien kan ik dingen verkopen op United Wardrobe. Want het is zoveel. En ik draag echt niks meer aan mijn kast. En het is echt zonde. Dus hou mijn United Wardrobe in mijn gaten. Ik heb mijn kast opgeruimd. Het is echt na 10 weken dus weer eindelijk een weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Want ik ga lekker slapen. En het is ook alweer zondag. Ik ga morgen weer naar school. Dus dan weer een nieuwe weekvlog. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer hieronder even op mijn YouTube kanaal voor meer vlogs, meer video's. En weet ik het wat. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei! Jij bent nu verleden tijd voor mij. Wat we hadden was echt, maar sorry dat is voorbij. Ren voor die money day and night. Eigenlijk ben ik weg, je weet ik ben op de grind. Wil ik in, met cheese en die.